De installatie van het speciaal tripartite overleg door president Chandrika Prasad Santokhi is een feit. Dit heeft plaatsgevonden op 15 september 2021 in het orgaan hebben vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en de overheid zitting. Dit overlegorgaan heeft een belangrijke rol te vervullen bij het herstellen van de Surinaamse economie. Dus de private sector heeft al langer gevraagd om het, voor het instellen van een tripartiet overleg. Dat hebben we gevraagd bij de vorige regering, dat hebben we gevraagd bij het begin van deze regering. Omdat we bevinden ons in een crisis en we denken dat een tripartiet orgaan naast bestaande organen zoals de SER een bijdrage kunnen leveren om de sociale partners bij elkaar te krijgen. Om te praten over de issues die de sociale partners hebben. En zo te komen tot een sociaal akkoord. Een tripartiet orgaan zoals deze heeft een kortstondig karakter. Het eindigt. Je praat over de meest acute zaken die nu een oplossing behoeven. En daarom participeren we ook aan dit orgaan. De leden van de private sector afvaardiging komen uit verschillende organisaties, bedrijfslevenorganisaties. We hebben niet zozeer gekeken naar welke organisatie moet worden vertegenwoordigd. Maar we hebben gekeken naar de kennis, ervaring en de achtergrond van de mensen. Zo hebben we mensen die ervaring hebben met cao-bedrijven. We hebben ondernemers die komen uit de transport- en ICT-sector, waar er veel mensen werkzaam zijn. Maar ook ondernemers die affiniteit hebben of kennis hebben van met name de micro-ondernemingen en de kleine ondernemingen. Zo kunnen we met breed gedragen ideeën aan tafel komen. Tegelijkertijd hebben we ook een klankbordgroep ingesteld, waarin directeuren zitten van een aantal grote bedrijven. Uit de mining, uit de service dienstverlening, uit shipping en voorzitters van andere bedrijfslevenorganisaties. En die klankbordgroep gaat eigenlijk meekijken, meedenken met de afvaardiging van de private sector. Eerlijk gezegd vind ik 21 mensen te veel. Het had kleiner gemoeten, maar goed, het is niet anders. Wat zijn de uitdagingen voor dit orgaan? Dus ik denk dat de uitdagingen zitten dat dat er mogelijk uiteenlopende verwachtingen zijn hoe we uit deze crisis moeten komen. Tweede uitdaging is 21 mensen. Dus de voorzitter, meneer dokter Schalkwijk, zal een goede job moeten doen om dit te managen. Ik denk dat er ook voldoende zaken zijn waar we overeenstemming hebben. Maar mogelijk dat de discussie gaat over het tempo waarin zaken kunnen worden gerealiseerd. Heel specifiek, hoe kunnen we de koopkrachtversterking verbeteren? Hoe kunnen we dat doen zonder de economie te verstoren? Hoe kunnen we dat doen zonder de bedrijfslasten van bedrijven onnodig te verhogen, zodat ze niet meer concurrerend zijn? Nou, moeilijke vraagstukken. COVID, dat gaat wat ons betreft ook aan de orde komen. De COVID-bestrijding. Omdat dat enorme impact heeft op onze economie en op onze bedrijven. Dus ik denk dat we onze handen vol hebben. Maar als partijen transparant zijn, daadwerkelijk tot een sociaal akkoord willen komen, zich realiseren dat het geven en nemen is, dan denk ik wel dat we eruit komen. En het orgaan is ingesteld tot en met eind december 2022. Wat zijn de andere stappen dan hierna, na 25 november? Ik denk dat als je sociaal akkoord hebt bereikt, dat een belangrijk onderdeel kan zijn, is toezien op de uitvoering van dat sociaal akkoord. En op een gegeven moment zou dit instituut dus moeten stoppen, en wat mij betreft nog voor die einddatum, omdat daarna de andere organen eigenlijk het moeten overnemen. Nou, kijk, dit is eigenlijk begonnen met brieven vanuit de vakbeweging aan de regering. En waarbij ze vragen om een aantal zaken te bespreken.
Nu zijn niet alle zaken op de agenda of in hun brieven alleen te bespreken tussen overheid en vakbeweging. Voor een aantal zaken heb je het bedrijfsleven nodig, omdat het ook een werking heeft naar het bedrijfsleven toe. Als we het praten over, ik zeg maar wat, het beheersen van de prijzen. Nee, iedereen heeft klaagt over prijzen die steeds meer stijgen. Dan heb je het bedrijfsleven echt wel nodig om met elkaar te kijken wat is de oplossing daarvoor. Net zo heb je ook anderen nodig. Ja, als we praten over de wisselkoers beheersen, dat is nu vrij stabiel. Hè, maar we moeten het ook zo houden. Als we praten over lonen, hè, ja, hoeveel gaan de lonen stijgen, dan moeten we dat ook met z'n allen kunnen doen. Want je kan niet iets vaststellen en bedrijfsleven zeg maar, sorry, ik heb die middelen niet. En de overheid heeft ook niet alle middelen. Hè, dus ik denk dat we binnen die context moeten praten. De president heeft aangegeven, er is een herstelplan. Er zijn afspraken met het IMF. Hè, we moeten dat ook meenemen, het regeerakkoord, om ook daarbinnen die kaders te blijven. Wat zijn de verwachtingen? Ik moet zeggen dat ik in 1994 secretaris was van het tripartiet overleg. En ik heb toen al een beetje ervaring opgedaan van wat mogelijk is en niet mogelijk is. Hè, vooral ook dat laatste. Het heeft geen zin te forceren als je niet alle partners meekrijgt. Dus ik denk dat we in goed overleg moeten kijken van wat is haalbaar. Kunnen op dat stuk een akkoord afsluiten. Wat niet haalbaar is, moet dan maar erbuiten blijven. Maar ik denk dat, zoals ik het begrepen heb van ook de vakbeweging en bedrijfsleven, dat men willing is om dit tot een succes te maken. En ook vanuit de overheid is dat de attitude. Dus we gaan voor succes en bekijken. En we hopen dat we 25 november dit jaar een inderdaad tripartiet akkoord aan de samenleving kunnen aanbieden.